In Railway reizen we vandaag door Zuid-Duitsland. In Beieren stappen we op de Waldbaan voor een aantal winterse ritten. Die voeren onder meer door het Canada van Beieren en brengen ons naar de hoogste berg van de regio. En we dompelen ons onder in lokale tradities en ambachten. Stap in en reis mee. We zijn vandaag te gast in de treinen van de Waldbaan, een klein onderdeel van de Länderbaan. Een spoormaatschappij die een flink aantal trajecten in Duitsland beheert. Het is het leidende particuliere spoorbedrijf op het gebied van lokaal vervoer. Dit stuk spoor tot aan de Tsjechische grens is zo'n 70 kilometer lang en al snel laten we het mistige dal van de Donau achter ons. Ter hoogte van het dorpje Gotteszell trekt de mist weg en breekt de zon door. De Großer Arber. 1456 meter hoog is hij. En daarmee is het de hoogste berg van dit gebied en wordt hij de koning van het Beierse woud genoemd. Ruim 135 jaar geleden begonnen de Koninklijke Beierse Staatsspoorwegen met de aanleg van dit spoor. De wens was om een dwarsverbinding te hebben door het hele Beierse woud. Met name de lokale bosbouw- en glasindustrie droeg de aanleg van het 30 kilometer lange traject een warm hart toe en waren belangrijke financiële sponsoren. De spoorbouwers werden voornamelijk gerecruiteerd uit de omliggende plaatsen. Na 2 jaar bouwen was het spoor in 1890 een feit. Het was meteen een succes. Dankzij het spoorvervoer bloeiden de glasblazerijen en de zagerijen aan het begin van de 19e en 20e eeuw op. Door de jaren heen werden er pogingen ondernomen om de route te verbinden met de stad Passau. Maar die stuitte lang op verzet. Pas in 1953 kwam er een spoorwegbus en later een railbus richting Passau.